Welkom in het Rietveld Paviljoen. Daar vindt vanmiddag het symposium, moet ik zeggen, van het Open Oog. Naast mij bestuurslid Hasse Dekker. Wat gaan jullie vanmiddag bespreken en wat kunnen we verwachten? Ja, wat we kunnen verwachten weet ik nog niet helemaal, Joop, want dat ligt allemaal in de toekomst. Maar waar we op uit zijn is een reactie en een discussie over kunst in de openbare ruimte. Die kunst zou moeten komen tussen het projectdeel Eem en Spoor. Dus dat is vanuit de locatie gemeentehuis tot aan de Koppelpoort. En dan die kant op, hè, want daar wordt het meeste gebouwd zometeen. En een issue van de gemeente en ook landelijk is dat er veel kunst in de openbare ruimte komt. Een heel mooi streven, want ja. Ik zie ook allerlei mensen die wat met kunst hebben. Is dat haalbaar? Hebben jullie al ideeën? Want jullie hadden al ideeën, hè? Die deur bij de Onze Lieve, dat was bijvoorbeeld een van jullie items. Zeker, en hiervoor waren we natuurlijk Stichting Aan voor Bijstad. Dus wij hebben van Onze Lieve Vrouwentoren wij de meest complete toren ter wereld gemaakt, Joop. Ja, ja. Met 100 spelende klokken. Trots op je. Ja, en Erik Klaus, fantastische kunstenaar, heeft de deuren gemaakt. Waarvan mensen nu nog steeds denken dat die eeuwen oud is. Dus wat dat betreft zijn we altijd bezig met het oude en het nieuwe. Nou ja, de achterkant van de Koppelpoort is in principe ook oud. Hè, de wat meer verloren kant. En dus daar gaan we heel veel mooie dingen doen. Kijk, de samenwerking is tussen de gemeente Amersfoort en onszelf. Wij kennen natuurlijk heel veel kunstenaars ook die zeg maar, kunst maken in openbare ruimte. Uiteindelijk moet het een soort programma worden met een leidraad waarop kunstenaars hun ideeën kunnen enten. En vervolgens maken we daar keuzes uit. En dat nadat de centjes ook binnen zijn. Daniel zag ik. Ja, van de Haat het, ja. Daniel van Oudert. Ja. Mijn god, ik had bang, man. Jezus, van die schitterende muurschilderingen. Ja. Wat stom, ja, ik had het niet herkend. Nee, sorry, Daniel, wat doe jij? Wat kom jij hier naar luisteren? Ik kom hier, eigenlijk naar alles. En ik kom hier vanuit de Stichting Concrete Canvas om te luisteren over wat ze van plan zijn met kunst in de openbare ruimte. Aha. Daar kan ik natuurlijk ook wat mee. Juist. Jij? Ik ben hier namens Kunsthuis Glue en eigenlijk gewoon om te kijken welke ruimte er is. En om me geïnspireerd te raken over wat er kan gaan gebeuren de komende jaren. En een heel bekend gezicht. Ja. Kleine Koppel. Wat doe jij hier vandaag? Wij zitten in het gebied, hè, met Kunsthuis Glue. Dus Linda hoort bij ons. En het is natuurlijk interessant wat er gaat gebeuren allemaal. En er moeten dingen in de openbare ruimte komen. En ik heb nog wel een paar dingen die in de openbare ruimte kunnen, zeg maar. Er is al wat, is al het een en ander wat al gemaakt is. Dus dan gaan we eens kijken. We gaan het meemaken. Dit is kaarsje voor jullie, denk ik, hè? Ja, zeker ja. Ja, dit is erg goed, ja. Zou er naar jullie geluisterd worden als je straks eventueel wat inbrengt? Vast, ja? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat denk ik wel, ja. Ja? Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ja. Had je zelf nog een idee van een leuk kunstje? Ik heb iets gehoord over een hand. Een hand? Weet jij daarmee? Een hand? Mocht dat niet verteld worden? Nou ja, dat is nog gewoon zwaar onder embargo, dus daar gaan we verder niet te veel over uitweiden. Maar ja, er is wel iets in de maak al wat... met wat echt over Amersfoort gaat, zeg maar. Echt een Amersfoorts ding. Ik denk als je een goed plan hebt en je hebt gemotiveerde mensen die erachter staan en je hebt een beetje power in de overtuiging, gaat het lukken. Ja. Ja. Dat klinkt ook heel overtuigend. Ja. Het is dezelfde manier als je of de verkering krijgt eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Waar kunnen geldschieters en mecenassen zich aanmelden? Nee, die worden vanzelf benaderd. En dan zullen we ze inschatten op een bepaald bedrag met een bepaald beeld. Ja. Dus zeg maar, de goeddoener wordt verbonden aan de kunstenaar. Dus je wordt ook heel duidelijk bij betrokken, bij het geheel. Maar dat ligt nog wel een stukje in de toekomst. Sjoerd Hekking van Siesta. Hij gaat zo even toelichten wat zijn ultieme... intieme missie gaat worden. Ik kijk namelijk al een tijdje als brugwachter uit op de camperparkeerplaats. En daar kom jij met een schitterend idee, bronswerk als tekst op de zijkant van de ding. Hou vast. Leg het uit, Vond. Leg het uit, Sjoerd. Het is de laat- en loskade van bronswerk. En dat is eigenlijk het allerlaatste restant... Nog zichtbare restant van het hele complex bronswerk. Want dat liep natuurlijk vroeger vanaf de Eem helemaal door naar de Amsterdamse weg. En
Wij hebben bedacht eigenlijk, Siesta bestaat 20 jaar, we zijn in 2003 opgericht. En wij dachten, we gaan als geschenk aan de stad een feestje vieren. En wij willen dus deze muurschildering met de letters Bronswerk als referentie aan het industrieel erfgoed schenken aan de stad Amersfoort. Wat een ongelooflijk leuk idee, daar ben je nu voor aan het lobbyen. Daar zijn we nu voor aan het lobbyen en volgende maand hebben we een gesprek met wethouder Dijksterhuis. En we hebben hem deze kaart al gegeven en hij was al enthousiast. Dus we moeten geloof ik bij hem zijn om een vergunning te vragen om dat ook uit te voeren. Toen hij de kaart in ontvangst nam, hoorde ik van Els van Veghel, onze voorzitter, dat hij enthousiast reageerde al. Dus ik denk dat we het al mogelijk gaat worden. Vol verwachting, klopt jouw hart? Dat mag je wel zeggen, ja. Zeker in deze tijd, ja, natuurlijk. Ja. Achter mij, Marieke, Hiddink, architect, adviseer ruimtelijke ontwikkeling gemeente Amersfoort. Klopt. Wat een schitterende achtergrond. En kun je heel kort toelichten wat jij de komende jaren misschien wel gaat doen? Zeker. Dit is een plaatje van een kunstvoorstelling of een dansvoorstelling in de Eem. Dus juist op de plek van de Kop van Isselt, waar wij het Isseltpark aan gaan realiseren. Samen met 2700 woningen in het gebied van Langs Eem en Spoor. Dus eigenlijk de westtangent tegen het centrum aan. En dat project doen we natuurlijk niet alleen. Nee, dat doen we met heel veel ontwikkelende marktpartijen. Maar wij zijn als gemeente daar hebben wij wel een substantieel aandeel van de grond. Die wij ook inbrengen, zodat we daar eigenlijk een heel nieuw plan kunnen maken. Deels op basis van de bestaande structuur van het bedrijventerrein. En deels zal daar ook een nieuwe structuur aan worden toegevoegd. En waar het kan, bewaren wij de industriële relicten, zoals zij dat noemen. Maar dat zijn gewoon de oudere bebouwing die echt nog wel de moeite waard is om te bewaren. En omdat het ook identiteit geeft aan het gebied. Ja. Ja, dus er is wel over nagedacht, hè? Dat niet alles ruksigloos wordt gesloopt en verwijderd. Nee, zeker niet. En we hebben binnen de gemeente natuurlijk ook Siesta die ons daar heel goed bij helpt. Met het bekijken van wat is er nu waardevol en wat kun je er nog mee. En mochten wij iets over het hoofd zien, dan zijn zij altijd bereid om ons daarop te wijzen. Dus dat is heel prettig, zo'n hele kennisbron binnen de gemeente. Hebben jullie al je voordeel kunnen doen met Siesta bijvoorbeeld een beetje? Zeker. Ze hebben gewoon heel veel kennis. En zijn vaak ook heel snel in het vinden van de bronnen waar wij informatie uit kunnen halen. En soms weten wij hun ook nog te verrassen. Dus dat is ook heel erg leuk. En ik vind het vooral interessant omdat het een wisselwerking is. Soms hebben zij wat toe te voegen en soms hebben wij weer wat meer toe te voegen en kennis van bepaalde elementen. Joke Sikman. Ja, dat ben ik. Soesterkwartier. Ja. Wij lopen elkaar regelmatig tegen het lijf. Ja. Jij bent hier ook op dit symposium. Wat verwacht jij? Ik verwacht dat er energie komt. Dat we algemeen gevoel krijgen van ja, daar gaan we aan werken. Het is ontzettend belangrijk dat dit nieuwe stadsdeel, want dat gaat er toch worden, dat een prachtige uitstraling krijgt. En er hoort openbare kunst in de openbare ruimte ook bij. Dat kan vertolken het gevoel van hier zijn wij. Mastodont, mag ik dat zeggen, Fons Asselbergs. Heerlijk om je even te spreken. Stichting Open Oog hier in het Rietveld Paviljoen. Jij gaat het straks openen. Maar wil je heel kort even vooruitkijken. Er komen mooie sprekers. Waar gaan we het over hebben? We gaan het in eerste instantie hebben over hoe in Amersfoort gedacht wordt over kunst in de openbare ruimte. Maar dat betekent ook dat je die openbare ruimte interessant genoeg moet maken om het drager te kunnen laten zijn van cultuur. En dan, wij denken dan aan een nieuw gebiedsdeel. Dat zou je Amersfoort Noordwest kunnen noemen. En dat begint eigenlijk bij het Berghoven. Dat gaat over de Wagenwerkplaats naar de nieuwe stad van Schonebeek. En dan de Kop van Isselt. En van de Kop van Isselt langs de Eem
met een boulevard, zo ver mogelijk tot de Zwaaikom. En dan kunnen een paar duizend woningen gebouwd worden. Nou, die ruimte, die kun je op twee manieren, dat kun je op twee manieren uitgeven. Namelijk aan een stel realisatoren en dan maken ze allemaal hun eigen blokje. En dat heeft al niks met elkaar te maken. Nee. Of je maakt een stedenbouwkundig plan waar een visie achter zit. En daar hebben wij gedacht, dan moet er ook een culturele dimensie aan zijn. En dat noemen we de cultuurroute tussen Eem en Spoor. Wat een ambitieus plan, Fons. Ja, dat kan wel een paar... Dat kan over mij heen. Ik ben 83. Ja. Dus dat maak ik dus ook niet meer mee. Maar dat kan wel 20 jaar duren. Maar het moet wel goed zijn. En het moet toekomstbestendig zijn. En niet een winstobject van een aantal mensen die daarin investeren. Alleen. Dat is allemaal goed natuurlijk. Maar dat moet ook in gezamenlijkheid een nieuw geheel worden met een eigen karakteristiek. En dat gaan jullie vandaag verdedigen? Nou, dat gaan we aankondigen. Juist. Dat gaan we aankondigen, want dit gebied, deze gebiedsontwikkeling is eigenlijk niet het onderwerp van het gesprek. Het gaat eigenlijk over de openbare ruimte, waarvan ik zeg, als je daar iets cultureels wil, moet die openbare ruimte ook op zichzelf de moeite waard zijn. Nou, schetste jij even het scenario dat je dat misschien wel niet zou halen, omdat je al dik in de 83 bent. Maar ik zou zo het leuk vinden als de boulevard naar jou wordt genoemd. Ja, zeker. Nee, dat gaan wij niet doen. Nee. Maar dat gebied is zo mooi om daar dus de combinatie van wonen en kunst te realiseren. Ja, ja. Gaan jullie het vandaag een beetje ook aanjagen, enthousiasmeren, plannen ontwikkelen? Want er zijn sprekers, hè? Die gaan wat voor je doen. Hè? Kijk, wij hebben gewoon met de gemeente afgesproken dat wij dat symposium voor hen doen, want zij willen heel graag dat symposium, namelijk om het draagvlak voor de gedachte dat er een soort cultuurroute zou moeten komen en een behoorlijke openbare ruimte met een soort lading. Dus zij zeggen, dan moet je eerst beginnen met het draagvlak. Hey, Aafke van der Werf, ik overval je een beetje, maar je vindt het heel erg leuk om even wat te vertellen. Van Heijmans, jullie zijn er ook bij betrokken, bij Open Oog. Dit symposium. Kun je heel kort jullie rol beschrijven de komende jaren? Nou, we hebben in dit project nog niet een concrete rol. Maar vanuit Heijmans vind ik het wel heel belangrijk. Wij zijn makers van de gezonde leefomgeving. En dat gaat dus niet alleen over het bouwen van huizen, maar ook over het hele gebied eromheen. En dan heb je het over duurzaamheid en welzijn en sociale betrokkenheid. En in mijn beleving hoort kunst daar heel erg bij, omdat kunst gewoon heel mooi verbindt. Dus dat is de reden dat ik in ieder geval geïnteresseerd was om hier aan te sluiten. En wil ik heel graag bijdragen op alle plekken waar dat kan. Dus ook in deze ontwikkeling. Dus nu ga je aandachtig luisteren. Zeker. Ben je ook nog van plan om wat te gaan zeggen? Of sta je niet op het lijstje van de sprekers? Ik sta zeker niet op het lijstje van de sprekers. Ik vind dat ik nu al meer spreek dan ik had verwacht deze middag. Heb ik een primeur? Ja, zeker. Ja, absoluut. Maar volgende keer spreek ik graag mee. Nu ga ik vooral heel goed luisteren. En kijken of ik ergens aanknopingspunten vind om onze rol daar ook een plek te geven. Ik ben programmamanager langs Eem en Spoor. Dus gebiedsontwikkeling. De komende jaren dit gebied mooi te ontwikkelen. Zodat we hier straks kunnen gaan wonen en werken en vertoeven. En waarom ik hier vandaag ben voor de kunst in de openbare ruimte, is dat we vaak, als we niet oppassen in de vaart der volkeren, zorgen we heel goed voor mooie huizen, mooie gebouwen, dat er goed gewerkt kan worden, dat het heel bereikbaar is. Maar het is zo mooi om op plekjes in de openbare ruimte kunst te hebben, in de brede zin van het woord. En dat hoor ik nu vaker en daar ben ik het 100% mee eens. Dat is zo mooi en dat verbindt ook kunst. Ik bedoel, als ik zie wat er al met in bepaalde evenementen in de binnenstad, wat voor volk dat trekt. Dat mensen gedichten voorlezen, ze dansen, er wordt van alles gedaan. Mooie kunstwerken worden er gemaakt. Ik vind het leuk dat je een lans breekt voor dat soort onderwerpen. Ja, ik wil het niet vergeten. Daarom ben ik ook hier, om mezelf scherp te houden. Doe jij straks nog een inbreng als er een rondvraag komt? Als ik gevraagd word en anders ongevraagd, heb ik ook altijd wel wat te melden. Kunst in openbare ruimte, tot slot, Gerry. Wat zou je zelf mooi vinden? Iets ideaals? Wat je zegt, dat zou ik graag terug willen zien in die hele boulevard. Iets groots, met lef en gedurfd.
af en toe zijn wij veel te bescheiden hier in Amersfoort. Stichting Open Oog hier in Rietveld Paviljoen. Jullie zijn geïnteresseerden? Ja, tot nu toe wel. Ja. Wat verwacht je? Veel informatie. Ja, dat. Ja, ik ben benieuwd wat ze voor plannen hebben voor Amersfoort. En ik denk ook wel goed dat het goed is dat er wat jongere mensen in de zaal zitten. Ah. Daar zijn wij voor vandaag. Maar hebben jullie daar interesse in omdat jullie daar misschien gaan wonen? Of zijn jullie kunstenaars? Ik zou eerder zeggen ondernemers met ideeën en plannen op zoek naar ruimte. En we zijn benieuwd naar de invulling van wat er in Amersfoort gaat gebeuren. Eens? Ja, helemaal eens. Niks meer op aan te merken. Daniel, Anders en Linda, ik hoop dat jullie de komende jaren een stempel gaan drukken op die boulevard. Dat de mensen op die boulevard lopen en zeggen van, kijk dan. Dat schitterende graffiti van die Daniel, wat een toppertje. Ja? Ja, ja, dat zou mooi zijn, ja. Nou, we gaan het zien. En Kunsthuis Glue, jullie samen. Ja, wij drukken al een stempel, hè? De stempel, ja, maar dat is er al, dat wordt nog meer. Maar dat moet inderdaad wel even op een wat duidelijkere manier nog. Er moet wel even wat een en ander getweakt worden. Wij zijn klaar met onze impressie hier in het Rietveld Paviljoen van de Stichting Open Oog, Kunst in de Openbare Ruimte. En wij zijn uitgenodigd door Irma en door Paulien om een glaasje te drinken. Daar eindigen we mee. Doe de glazen even vol, Irma. Dat gaan wij doen. Oh. Welke zal ik nemen? Ik zou nemen met dat fruit. Dat is ook een beetje gezond. Fruit. Tenminste, doe je net alsof je gezond doet.